Amateurvoetbalclub Juliana 31 uit Malden organiseerde afgelopen zondag opnieuw een grote rommelmarkt op sportcomplex De Broeklanden ten behoeve van de jeugd. De jaarlijkse rommelmarkt staat volgens de club bekend om haar grote aanbod en overzichtelijk gesorteerde uitstalling. Het aanbod is zo groot dat naast het clubhuis en de kleedkamers ook 5 grote tenten op het buitenterrein werden geplaatst waar spullen werden verkocht en aangeboden. Volgens Juliana weet de club ieder jaar ruim 1000 bezoekers aan te trekken en ook dit jaar werd de markt goed bezocht. Naast de rommelmarkt organiseert de club tevens een veiling waar zogenoemde topstukken door een veilingmeester worden verhandeld. Alle spullen die aan het eind van de dag niet zijn verkocht of niet meer bruikbaar waren, zijn met behulp van vrijwilligers afgevoerd.